Goeiedag, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een kentekenplaatje in een kentekenhouder doet. En we doen dat vandaag op een e-cruiser, een elektrische scooter. Om te beginnen hou je deze eruit. Die zitten erin, die kun je er zo uitklikken. Kijk, die heb je later weer nodig. Pak de kentekenplaat, plaats je eerst aan de onderkant, achter de zwarte clipjes die hier onderaan en in de hoekjes zitten. Je schuift hem naar beneden. Je drukt de bovenkant erin. In het midden zit ook zo'n zwart clipje. Druk je hem achter. Je pakt deze die je er net uit hebt geklikt. Let even op dat dit aan de bovenkant zit. En die klik je er zo in. Kijk, totdat je hem hoort klikken. Doe aan deze kant hetzelfde. Even goed aandrukken. Kijk. En de kentekenplaat zit. Hoe je de kentekenplaat houden moet bevestigen, dat is natuurlijk op iedere scooter anders. Wij hebben dit hier op dit plaatje een mooi vast kunnen maken. Ja, dit was hem. Succes. Ik hoop dat het lukt.